beste mensen, dames en heren. Ik probeer het op mijn natuurlijke volume te doen. Dat mag ik thuis niet, dus ook hier wel. Welkom bij het ontmoetingspark, bij de opening van deze route. Ik ben Peter Duvekot, wethouder. En ik mag dit doen. Enorme straf zo op zaterdag met dit weer. wat goed dat jullie er allemaal zijn. Ik ben bijgepraat en ik ga straks de route zelf fietsen. Dus ik ga u nog tegenkomen als toerist. Maar als gemeente kun je allerlei dingen bedenken voor je omgeving. Hè, voor de ruimtelijke toestanden. We hebben slimme mensen voor hun dienst ook. Die hebben er allemaal goede ideeën over hoe je de natuur een beetje moet laten groeien. Maar ik denk zelf eigenlijk dat je als bewoner, als inwoner veel beter weet hoe je buurt het beste eruit kan zien of hoe het beter kan worden. Dat kunnen wij wel bedenken en daar kunnen we wel theorieën op loslaten. Maar ik denk dat de inwoners het zelf altijd het beste weten. En daarom ben ik ook zo blij met dat Samen Actief, die juist ook daarvoor is, hè, voor de initiatieven. Hoeft helemaal niet groot te zijn, het mag gewoon de dingen die mensen binden. We hadden het net even over corona, want deze route was al eerder uitgezet en toen sloeg corona toe. Ik mag het eigenlijk niet meer zeggen, hè. Dat heeft zoveel omver gehaald. En toen hebben we ook ontdekt dat we eigenlijk verbinding, echt gewoon een gesprek van mens tot mens, of in ieder geval even het contact, dat het belangrijkste was wat er was. En ik geloof er echt in dat dit soort initiatieven, eigenlijk precies dat doen. En daarom is het goed, want die initiatieven zijn natuurlijk allemaal los in onze gemeente, maar het is ook goed om ze gewoon eens een keer gebundeld te zien. En gewoon eens bij elkaar. Maar dan zie je eigenlijk wat een ontzettend leuke en goede ideeën er zijn, zo in één oogopslag. Ik heb zin in om straks te gaan fietsen. Ik ga u ook ontmoeten. En ik ga ook horen wat er allemaal speelt. Ik geloof ook dat we gaan lunchen zo. Ik improviseer maar hoor. dus wens ik u vast smakelijk eten. En tot zo. Tot in gesprek. Oké.